Ik ben deze week begonnen met een wat moeilijker gedicht. En dat is een trend die zich ook vandaag voortzet, ben ik bang. Ik wil je een gedicht voorlezen van Advaita. Advaita is het pseudoniem van Johan Andreas der Mouw, een dichter die vooral in het begin van de 20e eeuw, nadat hij de 50 al was gepasseerd, het merendeel van zijn werk geschreven heeft. Het gedicht is een sonnet en heeft niet een eigen titel, maar wel een eerste regel die vaak als titel wordt gebruikt. Stralig borduursel van kristallen wand, verbergt welvend paleis de diatomee. Een waterdroppel is zijn wereldzee, een korrel zwevend stof zijn vaste land. Klein levend zieltje, in Brahman mij verwond. Eén wezen deelt zich aan ons beide mee, zoals één vuur, één wet, één Gods idee, in Aldebaran en een simpel brand. Het eeuwige dat mijn kunst genoot, en jouw atomen voegt tot de arabesken bouw, die om je tere lijfje koepels tilt. Datzelfde kunstenaar van gedachten, zet mijn woorden samen tot kristallen sonnet, waarin onzichtbaar het diepste leven trilt. Voor meer informatie over de dichter, kijk vooral even beneden in de omschrijving bij de links. Ik hoop je allemaal spoedig weer te zien en ik wens je allemaal een heel prettig weekend.